En natuurlijk Daan en Misha, Broes en Mieke, Reineke, Rob en Mart. Ja jongen, sorry. Je dacht ik ga een beetje aan de kant staan, maar dat zit er niet bij. Maar wij wilden natuurlijk ook Hans in het zonnetje zetten op zijn 70ste verjaardag. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Want Hans heeft een hele goede gewoonte. En dat is namelijk, je moet zorgen dat je krijgt wat je graag wil hebben. En dat heeft hij eigenlijk ook altijd goed geregeld. Want ja, of het nou de nieuwste films, een mooie Japanse kast, een schilderij. Als Hans, ik ben eens een keer laatst nog met hem gaan shoppen. Nou, dat is een feestje. Want voor mensen die misschien wat krenterig zijn, je moet gewoon een keer met Hans op pad, dan weet je, geld moet rollen. Je moet ervan genieten. En dat is een hele goede les geweest. Nou, dat maakt het voor ons redelijk onmogelijk. We hebben Bibi ingezet als geheim wapen om ja, erachter te komen wat hij dan wil. Nou, dat viel niet mee. Ja, een bonsaiboom. Nou, daar beginnen we dan maar mee. Ja, die eerste, wij hebben het geluk van een Japanse winkel bij ons in de buurt. Mooi ding.